december 2020 was de dag dat ons avontuur onbewust begon. Daar, bij ons thuis, op Oudjaarsdag. We hadden toen ons eerste gesprek en toen jij met de bugs ging schieten, moest ik uitleggen hoe het moest. Toen sloegen de eerste vlammen over. Op die dag kwam ik erachter dat je toch wel heel leuk was en dat mijn vooroordeel over jou niet helemaal klopte. Verschillende mensen hadden jouw naam al wel eens genoemd en gevraagd of dat niet wat voor mij zou zijn. Ik ontkende altijd en gaf aan dat jij voor mij een veel te erge boerenpummel was en dat je absoluut niet mijn type was. Maar wat had ik het mis? Je bleek mijn droomman te zijn. Mijn liefste Esther, vandaag is het een bijzondere dag. Zometeen zullen we elkaar, als het aan mij ligt in ieder geval, het jawoord geven en samen gehuwd worden. En dat na bijna 2,5 jaar samen. Je bent voor mij een steun en toeverlaat. Niet alleen die knappe deerde van vroeger, maar je hebt mijn hart open gemaakt. Je bent de enigste die alles van mij weet. Je bent de enigste die alles volgens mij ook van me wou weten. Je hebt me geloofd wanneer ik ontrouwbaar was. De overeenkomsten, maar ook de verschillen waarin wij elkaar aanvullen, bleken en blijken heel mooi bij elkaar te passen. En wij raakten niet uitgepraat en uitgelachen. Hij zit andersom. Wij zaten beide met onszelf in de knoop, hadden veel vragen en baden veel of de Heer iets op ons pad wilde brengen, wat ons kon helpen. En hij bracht ons samen. Mijn broertje! Oh, dat is toch wel. Liesje heeft al vanaf het begin af aan gezegd. Esther en ik zijn wel een stelletje bij elkaar. Nou, zie je ervan. Ah, lieverd. Oh, het ziet er mooi uit. Zie. Mooi hoor, Liesje. Superleuk. Ah, lieverd. Heb je niet koud, hè, lief? Met jou kan ik uren in de auto rijden om de mooiste en de diepste gesprekken te hebben over geloof en leven. Maar ook om heel hard mee te zingen met alle mooie liederen en psalmen. Met jou kan ik genieten van de kleine dingetjes in de mooie natuur van God. Met jou kan ik kringloopwinkels en oude museums afstruinen zonder het heel zat te worden. Esther, we moesten al een weg samen gaan begaan voordat we hier vandaag konden staan. Esther, je hebt me meer trouw en liefde gegeven dan ik ooit van jou had durven en kunnen vragen. Mag ik even knuffel geven? Ja. Er waren veel rollercoasters. En dan denk ik ook even bijzonder aan het moment toen wij 6 maanden samen waren. Ik kreeg te horen dat ik een zeldzame ziekte aan mijn eierstok had. Wat uiteindelijk een zeldzame vorm van eierstokkanker bleek te zijn. Ik moest geopereerd worden in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Jij bent de vaste rots aan mijn zij. Samen met de heren en mijn gezin heb jij mij er doorheen gesleept. Ook door mijn herstelperiode. Jij was en bent er altijd voor mij.
Jan, wat is daarop je antwoord? Ja. Esther, wat is daarop je antwoord? Ja. Je bent ook nog eens superhandig met bijna alles schoon. Hoe jij vol toewijding in ons huisje aan de slag bent gegaan, was geniet om te zien. En ook wel een beetje schattig. Als ik het even niet zag zitten, dan zei je, ah joh, dat komt wel goed. En ja hoor, dat kwam ook goed. Jij bent een zorgzame jongen met een hart op de juiste plek, met jouw nuchtere blik op het leven, maar van binnen heel gevoelig en teer. We mogen vragen of God een zegen wil geven over ons huwelijk. En dat we vanmiddag belijdenis mogen doen voor de Heere, een trouw in zijn huis. Onder zijn ogen en wat hij bij elkaar gebracht heeft, zal die nooit uit elkaar halen. Op een onverwachts moment gaf de Heere jou aan mij. Hij hielp ons uit de moeilijkheid, uit zoektocht en uit strijd. Want Gods liefde om samen met hem tegen de verleiding van de duivel en ons eigen hart te mogen strijden. Daar wil ik elke dag voor bidden en voor danken. Want dat is toch het belangrijkste, om zeker te mogen weten dat wij samen op reis zijn naar het eeuwige bruiloftsfeest van het Lam, om hem daar te mogen prijzen tot in eeuwigheid. Lieve Bart-Jan, ik kan niet wachten om alles met jou samen te delen en ik hou heel veel van jou, lieve Esther.